Jongens, welkom bij een nieuwe Gamers at Gear, waar we iedere dinsdag de laatste tech, gadgets en gear bespreken. Op woensdag op YouTube, want jullie krijgen het een dagje later. En dit is de eerste keer, we staan heel raar bij. Ik heb heel erg Matthijs, het is Tom. Dit is Peter. En ik heb heel erg Matthijs van Nieuwkerk vibe. Oh ja. Ja. En de stoel draait door. Ja, dat doet hij zeker. Want we gaan voor het eerst in de geschiedenis van Gamers at Gear een meubel behandelen. Zeker. Dus we staan ook zonder bureau, het is heel naked. Ja, ik voel me ook naakt. Ja. Misschien had ik deze keer wel zeg maar een broek aan moeten doen. Dat was wel handig geweest. Maar goed, maakt verder niet uit. Tom, wij kregen van Speedlink... Nou, er zit een klein verhaaltje achter deze stoel. We hebben er een beetje om gebackt. Ja, we waren op Gamescom achter de schermen bij Speedlink. En op een gegeven moment zeggen ze van, ga anders lekker zitten. En ik zo, hey, zijn dit jullie eigen stoelen? Ja, dat zijn onze eigen stoelen. En op dat moment gingen Tom en ik heel erg zitten. Zoals je nog nooit gezeten hebt. Dat is lekker. Rekken, strekken. Zou dat niet leuk zijn om te behandelen in een item misschien? Doen jullie items? Nee, ja. Maar, dus toen zeiden ze, nou, we sturen er één op. Nou, we hebben er inmiddels één. Games in Blauw, dat was ons verzoekje. Kijk hier, het mooie rode Speedlink. Hoe heet die? Het is de Speedlink Regger. Regger. Het is mijn zachte G, komt er een beetje door. Het is Regger met twee G's. Dus, maar, het is net als met de Speedlink Respect. Het zijn allemaal woorden die net niet afkomen of zo. Nee. Dus okay. De Speedlink Regger en dan inderdaad in het blauw. En dat is een toch wel op gaming gerichte bureaustoel. Voor zo'n goede €225 ongeveer. Dat is ongeveer de richtprijs. Daar heb ik hem voor gevonden op verschillende Nederlandse sites. Oké, wat tof. Dat vind je nou wel meevallen nog? Dat valt inderdaad wel mee, al zit het wel dicht bij de prijzen waar andere gamingstoelen ook wel eens voor te koop zijn. Dan ga je een beetje, meestal beginnen die rond de €300, dus deze steekt wel een heel stuk lager in. Maar okay. Ja, is goed te doen voor een toch wel degelijke bureaustoel. Gaming chair. Ja, jij bent je bureaustoel. Ja. En een gaming chair, waarom heb je een gaming chair nodig? Nou ja, kijk, wij gamers wij houden natuurlijk wel van om een beetje verloren te raken in ons spelletje. Ja. En dat kan dus heel lang zijn. En goed, na een tijdje zo'n IKEA-stoel, daar kan ik je wel uit empirisch bewijs hebben daarvan. Mijn rug doet pijn na een aantal uur. Dus dat zou wel fijn zijn om zoiets te hebben, want dan krijg je allemaal extra rugsteun. Nou, dit is voor de pijn tegen je rug. Ja, zeker. Het zit in het begin absoluut niet lekker. Ik ben de eerste die toegeeft, maar het helpt wel tegen pijn. Zeker, want het ondersteunt een beetje. En nou, in het begin voelt het natuurlijk heel ongewennig, maar na een tijdje precies van, dat is eigenlijk toch wel, daar ga je toch beter rechtop van zitten. Dus als je postuur een beetje bijgehouden wordt door een stoel, dat is beter voor je lange gamesessie. Ja, absoluut. En dan is het natuurlijk ook nog een beetje te verstellen. Dat is ja, het kan ook allemaal los, hè? Je kan dit er gewoon afhalen. Kijk, het kan ook allemaal los. Super handig, gewoon met een clippie en het kan ook weer vast. Met een clippie. Met dezelfde clip, daar heb je geen andere clip voor nodig. Dat zou super dom zijn. Ja, nee. En dit kussentje, je kan het een beetje stellen, is een kussentje voor je nek. Ja, vind lekker, ik persoonlijk man. Eigenlijk ook niet zo heel fijn. Ik vind dit fijner dan dit, toch? Ja, maar dit is dan denk je au. En als je au hoort, dan is het goed. Dan is het goed, weet je wel. Oké, hartstikke goed. Wat kan nu nog meer? Want hij kan natuurlijk verrollen en verdraaien. Nou ja, hij heeft natuurlijk van die fijne rolwieltjes. Dus je kunt hem relatief makkelijk verplaatsen. Hij is niet al te zwaar. Hij kan een beetje omhoog, een beetje omlaag. Je kunt de armsteunen omhoog en omlaag verstellen. En je hebt natuurlijk de stand van de, wat is het, rugzit zou je kunnen als zeggen. Als jij even hierop duwt, dan ga ik dat even live laten. Ik weet, je hebt ook sfeerbeelden, vind je ook leuk. Maar ik vind het toch leuk om dat live even te doen. Kijk, en je kunt bijna helemaal liggen. En slapen. En slapen, want als je echt lang gamet, dan moet je af en toe slapen. Dan is het net te ver. Want even een uurtje, klik, bam. Ja, en heb je je powernap te pakken. Ja, inderdaad. Maar hebben we dit nodig, een gaming chair? Nou ja, weet je, sommige mensen zijn hier wel naar op zoek. Eén, het staat vet op de achtergrond van je stream. Want dan kun je zo laten zien, ik zit op een echte stoel die gericht is voor gaming. maar als je hier naar op zoek bent, als je echt voor die lange zit, of fijn achter je bureau wil zitten, of fijn achter je scherm wil zitten, hoe dan ook. Dan kun je hier wel naar op zoek gaan. En dan pakt Speedlink wel het goedkoopste segment meteen. Ze stappen meteen laag in. Je hebt niet een gaming chair die voor deze prijs op de kop gaat. Dus dat doen ze op zich wel. Spelen ze wel lekker in. Of je het nodig hebt, dat is met heel vaak de discussie. Als je een iets betere muis hebt, ben je dan direct beter? Nee. Als je iets beter keyboard hebt, heb je als je iets betere stoel... Nou, hier heb je wel een betere rug van over 20 jaar. Dat is misschien wel een ding. Kijk, gezondheid zelfs. Oké, er zullen vast mensen zeggen van, maar ik zit toch lekker op de bank achterover hangend mijn game te spelen. Is ook wel, maar na een tijdje gaat er misschien toch pijn doen. Dus dan kan ik me voorstellen dat als je je rug zeg maar het beste aan wil doen, dat je misschien wel naar zoiets gaat kijken. Het is geen leren. Nee, dat is natuurlijk ook het ding. Als je echt een leren gaming chair wil, dan zit je al snel aan de €500 of zo dan is te gokken. Ja, maar dit is goed. Leer gewoon. Dat is gewoon dat duur is leer. Gewoon duur. Oké, ik vind het er super vet uitzien. Ja, hij ziet er vet uit. Ik vind de combinatie rood-blauw ook heel vet. Hier achterop ziet het heel goed. Dat staat
Het is leuk, een live even. Ja, dat kun je gewoon zo omdraaien. Zie je Speedlink op de achtergrond, rood met blauw en wit. Ik vind dit een hele vette combinatie. Je hebt ze in allerlei soorten kleuren. Nou ja, zwart met rood en blauw met rood is eigenlijk het enige wat Speedlink eigenlijk nu levert. Oh, ik dacht dat ze ook een hele rode hadden. Nee, dat is rood met okay. Vooral zwart eigenlijk. Nou, oké, maar dan ben ik blij dat wij een Gamers het blauwe hebben. Ik vind het heel vet. Ik kan niet in jullie portemonnee kijken. Tom kan dat ook niet. Die zegt wel eens dat hij die mutant kracht heeft, maar die heeft hij ja, niet. Ik probeer hem te kweken, maar jij hebt 10 euro op zak nu. Als je op zoek bent naar een vette bureaustoel, je moet er sowieso al één hebben. En je bent een gamer, dan is het super vet als je zo'n stoel in huis hebt. Dan is dit ongeveer de goedkoopste uit de markt. Ja, maar dat merk je ook wel. Dat kunnen we wel even misschien zeggen. Het is de goedkoopste, maar dan ga je een aantal dingen wel merken. Veel plastic, namaakleer natuurlijk. Kijk, namaakleer is een inkoppertje, maar het plastic is wel een beetje... Vooral hier en zo. Nou ja, vooral meer op het bodemstel. Is helemaal gemaakt van plastic. En als je een aantal tientjes hoger gaat kijken, dan zie je al dat dat dus wel metaal al is. Dus ja, dat is misschien een beetje het overwegen. Dat is waarom je deze misschien, als je dan toch op zoek bent naar een gaming chair, dan af zou wijzen. Omdat het toch wel veel... Ja, het materiaal mag misschien wat premium, meer premium. Dus Speedlink, als je dan nog een keer eentje maakt, gooi er even 30 euro bij. Maak shit metaal of zo. Ik denk dat meer dan 30 euro erop komt. Waarschijnlijk wel. Ja, dat is natuurlijk wel het ding van dit ding. Het is gewoon de goedkoopste. Het is de goedkoopste, maar ja, dat even wel dat je weet, daar zit ook wel een aantal kanttekeningen aan als je toch voor een gaming chair gaat. Je zou ook kunnen zeggen, ik spaar even door en ga dan voor een iets groter merk, zeg maar. Ja. Maar goed, dat is in alles dan. Dat is met alles. Ja. De Speedlink is altijd die wat meer instappartij. Nee, maar dat is ook als je een tussenmerk koopt, dan kun je ook weer naar Razer. Dat is altijd. Nee, ja, precies. Maar goed, degelijk beestje zou ik zeggen. Degelijk beestje om op te zitten, degelijk voor je bibs. En wij werken er gewoon echt op, dus het is prima. Hij mag weer terug naar boven. Awesome. Niet science. Doe je. Yo, thanks.